De inburgeringscursus is in het leven geroepen omdat de Surinaamse maatschappij verandert. Alles verandert, alles gaat met zijn tijd mee. Daarom is het belangrijk om de taal te kennen, maar ook de begrippen. Wij zullen u hier vanavond laten kennismaken met de belangrijkste taal en begrippen. Het eerste begrip waar we mee beginnen is het begrip dokken. Dokken, laat mij u uitleggen wat dokken in deze betekent. Jij loopt als man met jouw extra vrouw aan de hand in de stad. Je bent gewoon naar de stad gegaan, want je dong. Jij loopt tegenover de kont eigen vrouw. Jij hebt op tijd gezien. Dat wil zeggen, je poes aan extra vrouw. Want dan moet jij dokken. Niet op tijd dokken kan hele vervelende gevolgen hebben. Dokken. Want in het verlengde van dokken krijg je vanzelf het begrip bassen. Nogmaals de situatie. Jij staat aan de hand extra vrouw. Je kooi. Tegenover komt eigen vrouw. Je hebt niet op tijd gezien. Eigen vrouw heeft wel op tijd gezien. Zij heeft een kleine fles gevonden. Om die op jouw hoofd te bassen. Zoals ik eerder al zei, niet op tijd dokken kan hele vervelende gevolgen hebben. Bassen. En in het verlengen van deze begrippen krijg je vanzelf het begrip kraken. Kraken kan velelei dingen betekenen. In deze kan kraken betekenen, jij bent voor één voetbalteam dat speelt tegen een ander team. Dan kan jij kraak houden dat jouw team wint. Ook kan het zo zijn dat jij als man jouw cellulair bent thuis vergeten. Dan moet jij kraak houden dat jouw vrouw die niet wint. Lukt het kraakhouden niet, krijg jij vanzelf weer dat jij moet dokken.